Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag met Emmy. That's me. Ja, soms weet ik dus niet of ik het nou moet zeggen. Als je iets te lang pauze, denk ik Emmy. Heel snel. Oh, kut. Maar als je mij al langer kijkt, dan weet je dat ik best wel vaak met Emmy ga kringlopen. En ze is echt mijn vintage buddy. We zijn, hè? Like this. Niet alleen met vintage, hoor. Met alles. Met hoop ik dan. Like this. Oké, hiervoor hebben we dus Emmy de intro gedaan. Vlekkeloos. Mijn intro? Gaat het goed, mevrouw? Ik wilde net zeggen, ik denk dat ze dit... Boe. Nee, het lukt. Jawel. She got this. We praten zo, ja, als ze uitstapt. Oh, als... Vandaag dacht ik een keer geen normale kringloopvideo, maar een challenge. En we hebben deze challenge al een keer op een mederkanaal gedaan. Het was echt super leuk en het heet de Ugly Thrift Store Challenge. En voor de mensen die niet weten wat het is... Sorry, ik was even achterlijn. Ja, Emmy en ik gaan allebei een lelijk item. Alsof, ja, hoe zeg je dat? Een lelijk kleding item voor elkaar zoeken. En dan gaan we dus proberen om er een leuke outfit van te maken. Dus ja. Om het zo goed mogelijk te stylen. Ja. En ja, we hebben gekozen voor een bovenstuk. En ook dat je er wel een beetje iets mee kan. Dat het niet echt gewoon rampzalig is. Maar ja, hè? Dus straks geef ik ermee de camera. Dan gaan jullie heel even met haar zo meekijken. En dan gaat ze dus een item uitkiezen voor mij. En ik kies ondertussen een item voor haar uit. En dan gaan we samen zoeken naar een leuke set. Ja. Met het item. Echt heel leuk. Ja. Het idee is dus dat we... Kijk, lelijk is trouwens relatief. Hè? Misschien pak ik iets voor Ro wat jij echt super mooi vindt. Dat kan. Ja. Maar wij gaan dus iets proberen wat wij zelf niet mooi vinden. Ja. Te integreren in onze stijl. Ja. Wat het een challenge maakt. Wij krijgen best wel vaak te horen van... Oh, ik vind altijd lelijke dingen in de kringloop. Maar misschien gaan we wel iets vinden. En maken we er iets van. Dat je denkt, nou... Ja, ik zal trouwens... Had ik al gezegd? Dat ik het linkje van jouw video van toen in de beschrijving ga zetten. Nee, maar okay. Dat was zo leuk. Ik was heb heel haar echt leuk. Zo moeilijk gemaakt. Ja, maar ik heb mij ook wel. Ja, maar ik vond het ook wel moeilijk om het niet te moeilijk te maken. Want soms is het ook wel niet te doen. Maar ze had mij bijvoorbeeld een pyjama gegeven. Met vet lelijke vlinders erop. En ik had haar een vet lelijke jurk gegeven. Dus het was met pailletten. Uiteindelijk. Was ergens wel leuk, ja. Ja. Was gelukt. Ja, we beginnen. Ik ben benieuwd. Let's go. Yes. Oh, en... Wat? Ja? Sorry. Nee? Weet je, we staan bij Noppes. Oh, ja. In Gouda. Want het is gewoon leuk. Kringloop. Nou, let's go. Doeg! Doei! Oh, dit is dus het kledinggedeelte. En dit zijn allemaal broeken en zo, dus daar gaan we niet heen. Ik waarschuw je, kijk uit en denk. Maar dit komt, dan kick your ass. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Oké, heel veel succes. Yes. Weet je, je weet mijn maat, hè? Groot. Nee, maar wat is jouw maat eigenlijk? L, eigenlijk. Ja, okay. Maar M past ook wel eens. Hou je die even bij je? Ik ben heel benieuwd wat ze voor mij gaat uitkiezen. Oh, wat vreselijk. Kijk, dit is bijvoorbeeld echt iets wat M niet zou dragen. Nee. Maar dit kan je elkaar niet aandoen. Jongens, dit is een soort van bolero met een capuchon. Deze lijkt of een beetje geïnspireerd op wat ik dus eerst had. Ik denk dat dit dan maar moet. Ze gaat me haten. Nou, en dit doet me weer denken aan de jurk die ze voor mij had. Gaat hij goed, Ro? Gaat goed. Als ik dit zo doe, dan ga ik ze me echt afmaken. Lukt het? Nee, ik heb nog niks. Hoe lang hebben we nog? Ja, 5 minuten of zo. We moeten even keuzes gaan maken. Ik ook nog niet, hoor. Ik heb wel wat dingen gezien, maar... Ja, ik heb ook heel veel gezien, maar... Het is echt dan too much, misschien. Ja, dat denk je dus ook. Ja. Wat is dit? Kijk daar kop. We laten het nu alle twee wat we nu hebben aan elkaar zien en dan kijken we gewoon. Past niet bij jou, de kleur niet, de stijl niet. Dus daarom dacht ik, voor jou is het wel ugly. Ja, voor jou ook. Dit is ook echt niet jouw stijl. Oké, 3, 2, 1.
Nee, wat vreselijk. Romane, ben jij serieus? Weet je hoe aardig ik nu ben? Jij krijst tegen mij. Kijk maar, laat het nog even goed zien. Emmee, dit is helemaal niet mijn vibe. Oké, het gaat mee, het valt mee. Maar... Oh, dit is mijn vibe, wil je zeggen. Kan je wel mee? Wat denk je nou? Maar ja, hier kan je misschien toch net niks mee. Net niks, precies. Ik vond een beetje Aztec vibe. Dit is het toch ook? Maar het is geen 2008 meer. Het is niet ugly, maar het is helemaal niet mijn stijl. Ja, dat, ja en je kleur niet. En de kleur totaal niet. Ik draag nooit rood, want het staat me niet. Maar dit is niet lelijk. Maar het is niet je stijl. Zeg nou, dit is niet lelijk. Zilveren knopen, gouden koord. Dat Aztec kon je dus niet loslaten van dat groen van het. En je denkt, lekker sheer, want ze heeft een goede BH aan vandaag. Of wat ging je doen? Dit pasje. Hetzelfde vibe. Alsjeblieft. Hier kan je sowieso wat mee. Hij is helemaal niet zo heel erg. Heel andere persoon is het nu, hè? Ja. Heb je je broodrommel bij je, lieverd? Schattie. 5 uur thuis, hè? En ik kom aan. Country road. Take me home. Ik weet echt niet wat ik hiermee ga doen. Ik denk dat ik hem sowieso ga kroppen. Oké, ik ga deze beauty ga ik eerst even passen. Nou, we gaan deze schoonmaakdoek even aandoen. Wat kan ik hiermee? Wat moeten we hiermee gaan doen? Ik heb toevallig een Colbert vandaag aan, dus ik doe hem er heel veel overheen. Kijken wat voor effect dat heeft. Wat zou kunnen is dat ik een beetje ton sur ton ga proberen. Dus een beetje dezelfde kleur rok of broek ga vinden. Zodat het meer een geheel lijkt. En niet meer één, niet zo mooi blouseje voor mij. Op zich, zeg maar. Alleen. Het valt eigenlijk ook wel weer mee. Maar het is gewoon fit, kleur, blouse. Wat ik niks vind. Ik ga allereerst even een knoopje open doen. Dan ga ik hem een soort cowboy stijl. Dit maakt het echt al zoveel leuker. En misschien de schouders erin. Zoveel beter al. Oh my god. Dan ga ik gewoon van high-waisted broek gaan zoeken. Of misschien een kortere broek. Sowieso geen rok. Want dat vind ik dan weer niet zo mooi eronder staan. En dan ga het gewoon proberen. Dit is echt al zoveel leuker. Oké. Ja, dan is het gewoon een blouse met een pantalon en blazer, weet je wel. Dan is het gewoon niet echt styling, maar ja, daar ben ik sowieso niet heel goed in. Dit is optie 3. Oké, wat ik heb gedaan, ik heb hem dus uitgedaan. En dan van achter naar voor. Dus hier zitten nog wel in de blouse de mouwtjes aan de bovenkant en het kraagje. Maar dit zou kunnen. En dan met weer in een... rokje of zo. Dan is het weer een beetje een zomerstopje. Ik denk dat ik hiervoor moet gaan. Ik bedoel, de zomer is nu geweest. Maar dat we er toch even een zomerstopje van maken. Als ik dus voor de ultimate cowboy look ga, dan moet ik eigenlijk voor een spijkerbroek kijken. Ik hou trouwens echt van Loppers. Zo'n leuke winkel. Gaat het goed? Ja, ik heb wel een goed idee. Heb je een goed idee? Ik denk het wel. Oh, wat goed. Ik heb hem op alle manieren dat ik kon bedenken om hem aan te hebben gedaan. En toen dacht ik... Ineens had je het. Nou, ineens dacht ik het te hebben. Maar ja, dan moet natuurlijk het einde ook nog zijn. Ja, precies. Dat heb ik nu ook. Het is een slim high waist. Het liefst zou ik mom jeans willen vinden. Maar dat wordt misschien wel moeilijk. Zwart zou op zich ook nog wel kunnen. Kijk, een zwarte pantalon. Het is niet echt de look waar ik voor ga, hè? Mogen je de beste winnen, hè? Mogen je de beste winnen. Toi, toi, toi. Wat hebben we nog meer? Blikkelijk, hè? Kijk, dit is wel een beetje ton sur ton idee. Oh, nee. Zo'n zwierig dingetje zou kunnen als deze niet een printje had. Die zwiert super mooi. Wat is dit? Dat is heel stug. Maar wit lijkt me wel een goed idee. Zwart niet, dat maakt het denk ik net te hard. Tenzij hij echt heel zwierig is.
Oh my god. En zo'n hoed erbij. Ja. Ik vind het wel heel erg leuk, zo'n challenge. Ook wel heel erg mooi. Beetje een zomerlookie. Ja, dit is denk ik wel heel leuk. Ja, we gaan de Cowgirl Inspired. Ze pakte de hoed die ik wil hebben. Ik heb geen zwierige kunnen vinden. Alleen maar met print of een andere kleur. Dus ik probeer dit even. Aan de andere kant, ze pakt de hoed. Nee, niet doen. Kijken of ik er ervan af kan praten. Dit is wel echt een beetje zo'n festival look. Ik denk dat het wel leuk is. Oh, nee, misschien niet. Ik ga even bij de mannen kijken. Voor een witte blouse. Mission failed, zij heeft hem. Waarom heb ik hem niet gepakt? Mag ik het even weten? Ik vind net deze blouse. Hij is wel echt heel mooi, behalve dit. Maar als je dit zeg maar op je off-shoulder draagt. Dit kan misschien ook wel heel leuk zijn. Als ik een beetje in die cowboy sferen blijf. Hier zijn de tassen. Dit is wel een beetje zo'n festivalachtig. Schoenen wordt echt nog een ding. Misschien dit. Past niet bij de blouse. Oké, ik ga jullie eerst even laten zien wat ik heb. Oké, allereerst de hoed en deze cute sandaaltjes. En dan heb ik dus dit festival kimono-achtige vibe. Daar is de boosdoener. En dan heb ik nog deze mooie witte blouse. En ik had nog de spijkerblouse. Ik dacht misschien, je weet het niet, ik ga toch even alles passen straks. En dan heb ik dus deze high-waisted jeans. Ik had ook nog deze mooie pantalon. Want ik niet denk dat het echt in de stijl is. De kimono is heel leuk, maar niet erbij. Op zich kan het, maar het is niet echt. Maar de print verpest het echt. Leuk probeersel, maar nee. Het is wel iets beter. Maar ja. Dit is wel een beetje die country vibe. Met zo'n spijkerblouse. Dus kan ik wel aan één kant aandoen. Nee. Ah, het is echt een moeilijke kleur. Snap jullie mijn vibe? Oké, er heeft even een incident plaatsgevonden. Want ik weet niet meer hoe ik dit net had gedaan. Het zit totaal niet. Ik heb moeite, man. Ik kon niet een goed rokje vinden. Ik heb nu gewoon een wit spijkerrokje die, nou ja, een paar maten te groot is. Dus dat zit ook niet. Er waren twee paar schoenen in mijn maat. Waaronder eentje was die. Nou, die vind ik helemaal niks. Maar dit is de ander. En dit is nu echt wel een beetje... ja, hoe ga je dit omschrijven, hè? Als je het dan stijl noemen mag. Gewoon echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dus ik heb nog een zwierig rokje in zwart. Ik had het net zo goed in mijn hoofd. Ik had er zin in. En ik weet ook niet waarom ik hier een strandhoed bij had. Nou ja, toen had ik nog ook geen schoenen. En wist ik nog niet dat het rokje er niet was. Ik ga even de andere rokjes aandoen die ik mee heb gepakt. Dit is de broek. Hij zakt een beetje af. Maar hij zit wel verder goed. Ik dacht, het is wel leuk als je zeg maar hier dit natuurlijk zo omvouwt. Ik heb nu de broekspijp even... Eén keer omgeslagen. En ik heb even mijn broek aan de achterkant vastgemaakt. Dat hij niet afzakt. Ik heb net trouwens deze slippers gepast. Echt verschrikkelijk. Het is echt lelijk. Bespaar je dit beeld. Dus we houden het even gewoon bij mijn eigen. Top. Wat is dat leuk. Gaat die goed? I mean. Of echt op. Nee, een beetje zo. Ik ben trouwens echt benieuwd hoe het bij hem meegaat. We hebben weer een volgende optie. Hem omdraaien. Dus de blouse. En hij is nog open. Ik heb nog niet ingeknoopt. En nu is het een soort van haltertop. Heel moeilijk. En nou, dit is die schoenen. Dit is... die passen ook gewoon niet bij de top, zeg maar.
Ik krijg hem voor geen mogelijkheid meer hoe ik hem net had. En deze rok is het ook niet. Zo ziet het echt veel beter. Ik denk dat het op zich wel gelukt is. Het lijkt echt dat ik nu van de range kom. Maar best wel leuk. Ik kijk alleen nog even voor een tas. Oh my god, dit is zo grappig. Past wel, denk ik. Oh mijn god, ja. Het is me toch weer gelukt. Alleen is het nu wel heel revealing. Dus ik hou een beetje zo. Dit is het, jongens. Ik kan daar. Ik noem het gewoon kijken bij mijn rijke man die op paarden aan het wedden is of zo. Paardenrennen. Dit is het. Het is in ieder geval creatief. Laten we daar behouden. Kom maar. Oké, 3, 2, 1. Oh, ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. Hij is te klein. Maar. Ja, hij is te klein. Dit is, ik noem dit, look, mijn rijke man gaat op paarden wedden. En ik weet niet wat mijn stijl is nog, want ik ben nog maar 19. En... Ja, maar heel eerlijk, ik had niet wat je zo zou doen. Ik ook niet. I like it. Dit is wel echt heel cute. Even. Goeie broek trouwens. Ja, maar... Oh. Het is crunchy squat. Begon, maar vind je het leuk? Ik vind jouw blouse ook leuk die je vast hebt nu. Ik heb hem dus zo gedaan. Ja. Ik heb een tassie. Oh nee, zag mijn tasje nog. Wat doe je erbij? Ja, vind ik leuk. Ik vind het echt goed geslaagd bij jou. Eerlijk is echt ontstaan, maar ik vind bij jou eigenlijk ook, ik had het veel erg verwacht. Nou, want jij zei, kom een beetje wat dichterbij. Jij zei van... Oh, ik heb hakken aan, dus ik moet even door mijn knieën. En mee zei, ja, het is echt verschrikkelijk, ik kan echt niet naar buiten. Ja, maar dit is me net pas weer gelukt. Oh, ik wist niet hoe dit was. Ja, ik heb van alles geprobeerd. Ik vind het heel nice. Van dat wat je had, hè. Weer besef, dit moet er nog bij. Een neppe longchamp. Een neppe longchamp. Super. Wie had het moeilijkste item en wie heeft het beste gedaan? Oké, ik denk... Moeilijkste item, beste gedaan. Ik denk dat jij het moeilijkste item... Ja. Dat denk ik. Dit is wel iets, maar het is niet iets wat ik echt... Wat ik niet bestel natuurlijk. Maar het is wel dat ik denk... Nou, ik heb wel dat ik denk, nou, hè? Toch aardig gedaan of lelijk? Je loopt niet voor lul ermee. Nee, maar jij ook niet. Wat is nou, een... dit is... Ik lijk ook echt... Maar je loopt niet voor lul, snap je? Het is niet dat ik denk, oh, what the fuck. Maar heel eerlijk, ik denk dat we het wel echt heel goed hebben gedaan van twee lelijke items, wat totaal niet onze stijl is. Toch? Ja, ik heb een beetje, zeg maar, qua trends heb jij dus dit. Is een trend nu. Ja. Ik heb Sweetheart Neckline. Dat zei ik ook. Sweetheart Neckline. En die shoulder top, zeg maar. Ja, weet je het ook weer? Ik had een andere look bedacht. Wat dan? Meer zomers zwierig iets. Oh, ja. En dan alsof ik sangria ging drinken. Maar eerlijk, als je een andere... Ja, maar misschien is het gewoon... Want dit, als je andere schoenen zou doen... Ja, er zijn twee schoenen in mijn maat. Ja. Deze en andere. Maar ik moest schoenen. Kijk wat ik had. Ik heb een andere, ik kan die ook. Deze schoenen, enig in mijn maat. Of nee, dit is 42 nog, maar niks als 40. Maar dus qua kleur... Ja, had gekund. Ja, het had gekund. Maar ik vind het... En, je hebt echt goed gedaan hoor. Ik kan niet van je het zo zou doen, echt nice. Je moet maar kijken op beeld. Ik ben zo benieuwd wat je hebt gedaan, oh my god. Ik heb, dus jij pakt je en je legt hem terug. Toen dacht ik, oh gelukkig. En toen zei jij, pakte hij die hoed en toen zei ik tegen de camera, ik ga even kijken of ik er vanaf kan praten. Toen zei ik, ga je helemaal cowgirl? Oh. In de hoop dat jij dacht, oh nee, moet niet doen. Zo'n kring ben ik. Echt, sluw vos. Zo leuk, ik vind het zo leuk challenge. Eerst krijg je gewoon een soort van paniek en dan denk ik, oké, nee, dit wordt hem niet. Dit ook niet. Ja. En dan opeens... Maar ik vond het wel heel kut, want gewoon bijvoorbeeld een basic zwarte broek kon ik niet vinden. Nee, en ik had een hele mooie pantalon, maar ik dacht, dat is ook niet de vibe, jongens. Dit was de challenge. Ik hoop echt iets heel erg leuk van. Ik ben heel benieuwd naar jouw beelden. Ik kan niet wachten tot ik ga editen. Abonneer ook eventjes op... Oh ja. Ja. Dat is wel echt de truc. Ja. Goed, ik zal mijn kanaal ook eventjes in de beschrijving zetten. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. En laat hieronder ook even achter of je nog een andere challenge wil zien. Of... Dezelfde challenge, maar dat er namelijk moet ik het anders moet doen. Misschien, ja. En ja, dat was het. Bedankt voor het kijken. Love you guys. Doei! Cause if I'm rolling with you, fire in the venue, we know what we can do. Okay, then. Yes. Yes. Oh, guys. Look at that.